Henny Huisman heeft 15 jaar geleden met succes 2 seizoenen van het programma Korenslag gepresenteerd. In deze EO-show, bedacht door Bert van der Veer, streden zangkoren met elkaar om de titel Het Beste Koor van Nederland. En nu komt dezelfde omroep met een ander programma dat daar wel heel erg op lijkt. Giovanka Ostiana, bekend van Op 1, en een andere EO-mevrouw gaan samen de show Zing presenteren, waarin ze op zoek gaan naar de beste zanggroep van ons land. Alle genres, leeftijden en formaties zijn welkom. Van pop tot gospel, van visserskoren tot studentenkoren, van rap tot smartlap, aldus de omroep. Hoe is dit Korenslag onder een andere naam? Nee, dit is Formatdiefstal, roept Henny. Vriendje, ITV produceert Zing voor de EO. Dat is 100% jouw Korenslag. Ik zou er even induiken, zegt hij tegen Bert. Bert heeft er contact over gehad met Henny, schrijft hij in een post op Instagram. Het is zo, constateert Henny ook nog eens, merkwaardig dat het woord koor vermeden wordt in een oproep op de site en alleen van zanggroep wordt gesproken. Toch gaat Bert er geen werk van maken. Hoe kansloos en deprimerend is het ten strijde te trekken tegen mogelijk plagiaat? Er wordt continu een beetje gejat. Alleen van de EO verwacht je het niet. Zie Leviticus 11:7 's avonds, u mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen.